Leuk dat jullie kijken naar Boomhut aflevering 3. We waren er al een stuk eerder, toen is er dit gebeurd. Thijs, wat is er gebeurd? Staat voor de ingang daarachter. Daar achter in het bos zit de Boomhut. En er staat daar aan de zijkant thuis staat een busje van Staatsbosbeheer. Ja. Dus we gaan hier maar een rondje lopen. Daarin kijken wat er aan de hand is. Ik hoop niet dat ze nu al de Boomhut daar achter aan het slopen zijn. Oké, we zijn nu in het bos. En we hebben geen boswachter gezien. Dus er is niemand in ieder geval bij de hut. Die hangt er ook gewoon nog. Alleen we gaan denk ik wel weer gewoon even het bos uit. We willen niet zolang die boswachters hier lopen hier rondhangen. Want dat is niet helemaal de bedoeling. Dus we gaan weer uit het bos. En dat is het dan. Oké, we zijn weer bij de auto. We hebben net een rondje gelopen. En de mensen van Staatsbosbeheer zijn er nog steeds. Dus we gaan helaas wel weer naar huis. Dat moet maar even, want het is niet zo heel erg handig om op dat moment in het bos te gaan zagen en doen. Dus we gaan helaas een andere keer starten met aflevering 3. Helaas. Zo, maar inmiddels zijn we er dus. Boswachters zijn weg. En het is vandaag een hele speciale dag, want kom maar Thijs. Oh, ik moet ook. Wat is het vandaag? Ja, mijn verjaardag. Thijs is vandaag jarig. Er is er een jarig. Hoera, hoera. Laat even in de comments weten hoe oud je denkt dat Thijs is geworden vandaag. Gefeliciteerd voor Thijs. Wij gaan even een tompoes eten en dan gaan we beginnen aan vandaag dag. En we gaan even de platen goed schroeven, zodat ze vastzitten. Yes. Dat is wat jullie gaan zien in aflevering 3. Platen goed leggen, die liggen nog niet allemaal helemaal vast. En we gaan het dak proberen te maken. Dus dat gaan we deze aflevering doen. Wij gaan even tompoes eten en dan gaan we lekker beginnen. Tuurlijk wel. Het lukt niet helemaal bij Thijs. Nu komt er echt een grote balk. Ik heb bijna rechtop. Oh,
Oh, het lukt niet. Door het touw? Ja, alleen het nadeel is, als we met z'n tweeën doen, moet ik naar boven. Dan moeten er nog vier omhoog. Zit één keer aan dat dikkere touw proberen? Gaat hij weer? Kom aan, Thijs. Kom aan, jongen. Iets verder nog, juist. Als die valt, dan moet ik echt rennen. Kom aan, Thijs. Oké, mensen. Hier ligt allemaal kleinhout voor. Kleinhout voor het dak ligt aan het rode touw vast. Hier ligt de laatste ligger voor het dak. En daar achter ligt nog wat kleinhout en dat zit aan het groene touwtje vast. Dus dat kunnen we straks allemaal nog naar boven halen terwijl wij al boven zijn. En ik ga nu ook naar boven klimmen. Mensen, we zijn bezig aan het dak en wat we aan het doen zijn is de liggers vastmaken. De eerste zit daar in de splijt en daar hoog vast. Nu leggen we deze en dan kunnen we straks aan de buitenkant nog twee liggers leggen en dan kunnen we zeilen eroverheen mieteren. Als het goed is zijn we hier dan droog. Thijs is de volgende ligger aan het vastknopen. Die ligt op de middelste zo hier. En, daar beneden ligt nog een grote boom. Daar. Die komt straks daar nog te liggen. En dan kunnen daarna de zeilen erop. Dus we gaan best wel snel met het dak. Maar we hebben vandaag ook niet zo heel veel tijd. Omdat we best wel laat zijn door boswachter meneer. Dus we gaan weer hard verder. Ik ga zo veel dingen mogen trekken. Joejoe. Oké, mensen. We gaan... Kijk de bomen hier janken, want daarboven moet vastgemaakt worden.
zijn zo bij jullie terug. Behalve als Thijs naar beneden is, dan komen we gelijk terug, yes? Oké, mensen. Deze liggen, de laatste dikke, die ligt ook. En Thijs is hem daar aan het vastknopen. En boven jullie ga ik hem ook even vastknopen. Dus tot zometeen. Deze liggers, die gaan we allemaal gebruiken om het zo dwars vast te maken. Zoals hier. We gaan even van alles vastknopen, maar ik ga hem niet altijd aan laten staan, want we hebben nog 60% batterij. En anders hebben we straks niet alles op beeld. Want we kunnen niet elke keer bij de camera beneden, dus vandaar. Wij gaan deze erop doen en dan zien we hoe dat gaat. Oké, mensen, rondleiding van de bomen. Hier ligt een Thijs. Het dak zit erop. Het achterste stukje hier mist nog. Ik hoop dat jullie dat kunnen zien met tegenlicht. Maar we hebben nog een cel, alleen die liggen thuis. Hier tussen moeten nog een paar extra takken. Ik denk dat ik ze als eerst even naar beneden ga, Thijs. Dan gooi ik er nog een paar aan voor naar boven. Dan kan jij die nog zo eronder schuiven en volgende keer vleur vastleggen. Die ene extra liggen nog hier voor de onder, hier onder deze balk. Kijk, hier veert die nog best wel door. Ja. Dat is best wel spannend. Dus we hebben nog een ligger, die gaan we hier onder vastmaken voor extra stevigheid. En misschien doen we zelfs wat touwknopen zo, dat die nog meer stevigheid heeft. En we gaan even denken. Gewoon misschien wel dingen aan de zijkant maken, zodat we gewoon straks ook hier echt wel kunnen tukken. En de platen van de bodem vastmaken. Dat zijn allemaal dingen die gaan nog komen. Oké, mensen, er zit een dak op de hut. En ik ga nog even wat nieuwe balken aangeven die onder het dakje moeten. Kijk, daar zie je wat balken zitten. Er moet nog meer bij. En er moet links daar nog een tweede zeil of een derde zeil. Thijs is nu een nieuwe standlijn aan het bouwen omdat er een knoop niet helemaal klopte. Thijs heeft wat extra takken. Die komen er dan tussen. Voor de verstevige huts. Oké, mensen, touw moeten we naar. Wow. Oké, ik haal hem nu op magische wijze uit de knoop. Maar hij zat weer helemaal aan de klit. Ik ga het touw eruit halen. En dan gaan wij nog even genieten van een tompoes voor Thijs' verjaardag. En dan was dat deze aflevering alweer.
Oké, mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te liken. Vergeet niet te abonneren op deze video. Als je nog suggesties of ideeën hebt voor wat we met de boomhut moeten doen. Wat we eraan moeten doen. Wat we ermee moeten doen. Laat het even weten in de comments. En dan voor nu, geniet nog één keer van de boomhut.